Nou, ik ga even eigenlijk gewoon vertellen over mezelf. Dus over onze zaak. Dat is mijn man, Timothy. En dat is mijn zoontje, Sam. En die zit een beetje zo, want die heeft zoiets van, ik hoor er niet bij. Ik ben zelf juf geweest, heel lang. En op een gegeven moment was ik dat zat. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Want dat is helemaal niet interessant. Toen zijn wij, mijn man is muzikant en we zijn heel veel gaan koken voor groepen mensen. Omdat we dat leuk vonden om te doen. Vooral hij, want hij is wel degene die heel veel kookt bij ons, uiteraard. Dat is mijn kok. En dat was zo leuk en gezellig dat we daar iets mee wilden. Dus we zijn een vegan, of, vegetarische catering begonnen toen. Dan moet ik een foto laten zien. Oh nee, jawel. Zo. Is die er? Nee. Deze, sorry. Ja. Dat is hem. Dat kunnen wij dus. En dat vonden we heel erg leuk. Dat hebben we altijd vegetarisch gedaan. En dat komt omdat Tim vegetarisch is. Ik zelf was flexitariër. Ben ik heel lang geweest. Met het idee van dan doe ik het fantastisch. Want dan doe ik biologisch vlees. En nou ja, iedereen dat hoor je heel vaak. Dan doe je het goed, denken ze. En nou ja, dat vonden we eigenlijk prima. Totdat wij een documentaire hebben gezien. En dat was Cowspiracy. Ik denk dat heel veel mensen Cowspiracy gezien hebben. Werkt het niet of nee. Heb je hem nodig? Nee, wil je hem hebben? Nee, maar dan kan ik even kijken of ik hem nu kan maken. Is goed. Dan komt het straks aan het eten van het uur. Ik wil hem wel geven, dat jij kijkt. Nee, ik praat gewoon door. Ja, dat is goed. Hij doet het niet, dus ik kan hem. Ze vonden het wel interessant staan, dus ze zeiden allemaal van laat maar op. Dus ik oké, okay, alsjeblieft. Oké. Nou ja, we hebben toen, even kijken hoor, zijn we Cowspiracy gaan kijken. En die documentaire die heeft echt onze ogen geopend. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Want het is gewoon echt een documentaire die je echt raakt, zeg maar. En nou ja, ik zal hem gelijk even laten zien. Het plaatje is wel bekend, hè? Iedereen kent hem wel. Die maakte, zeg maar, dat Daantje Food & Drinks geboren werd. Wij zouden toen een eigen vegetarisch restaurantje openen, lunchroom toen nog. En daarvoor zijn we toen naar een vegfest geweest in Nijmegen. Hij doet het nu wel? Ja. Stond op niet. Oh. Oké. Okay. Nee, ik kan maar even vast. Oké. Okay. Zit mijn haar dan goed dan? Ja? Oké. Okay. Is goed, ja. Ja, gezellig, kom erbij. Hallo, oh, hoi. Oh, goh, jeetje. Steeds nerveus weer. Lieve mensen, allemaal leuk. Ik ga even weer herpakken. We hadden bedacht van we gaan een vegetarisch restaurantje openen in de Nieuwstraat. Ik had al wat ervaring van met een andere restaurantje en dat was vegetarisch glutenvrij. En wij vonden dat een goede volgende stap voor ons. Nou, door Cowspiracy hadden wij wel zoiets van ja, dat, we moeten eigenlijk een stap verder. Dus het vegetarisch is wel leuk, maar volgens mij moeten we minder ook de melkproducten overboord gooien, zeg maar. Dat is eigenlijk wat ik bij Cowspiracy geleerd heb. En toen hebben wij het Vegfest bezocht in Nijmegen. Daar zijn we Mark Kulston tegengekomen van de Dutch Wheat Burger. En die vertelde over New York, waar hij geweest, of in ieder geval Amerika waar hij geweest was. En waar hij allerlei lunchroompjes gezien had. Waar je gewoon naar binnen kon lopen en het idee had van, nou, ik ga gewoon lekker eten. En dat het vegan bleek te zijn. Dus hij had toen als statement ook van, je moet eigenlijk niet te veel laten zien dat je vegetarisch of veganistisch bent. Dus wij weer terug naar de zaken. We hadden net een nieuwe sticker op de raam geplakt. En kookt vegan hebben we er toen afgehaald. Dus toen werd het Daantje. Uiteindelijk hebben we Daantje Food & Drinks ervan gemaakt. En nu ziet onze zaak er zo uit. Even kijken hoor, we hebben de kaart toen meteen veranderd. Dus voordat we open gingen al met het vegetarische plan, zijn we, kom gauw zitten, zijn we naar veganistisch gegaan. En dat was dus eigenlijk binnen een maand tijd. Dus op 1 april 2015 hebben we Vegan Challenge gedaan. Nou, wilden we niet meer terug, want het was ons allemaal te heftig. En toen moesten we ons concept veranderen, hebben we dus gedaan. En dat was eigenlijk een grote sprong in het diepe. Dat is heel spannend, omdat je dan ineens moet gaan bedenken van ja, chips en nu? Wat kan je allemaal eten? Kan je nog wel lekker eten? Weet je wel, dat is de vragen die iedereen krijgt uiteraard. Nou, wat wij doen is laagdrempelig. Want ik ben dus inderdaad niet gestopt met vlees eten. Onder andere vanwege het feit dat ik het niet lekker vond, maar omdat ik het gewoon niet meer wilde eten. En mijn ogen geopend werden.
Dus wij zijn gaan zoeken naar gerechten die lekker zijn. Maar ook wel vleesgelijken. Dus wij zijn wel heel erg van mij mag het wel naar vlees smaken. Daar zijn de meningen over verdeeld, want iedereen is daar anders in en dat is prima. Dat moet ook gewoon kunnen. Alleen ik ben iemand die dat dus wel heel lekker vindt. Nou ja, I rest my case. Ik ben gewoon een genieter. Ik hou heel erg van lekker eten. En dat is niet altijd even gezond. Wij zijn laagdrempelig doordat we saté hebben en visfilet en dat soort dingen. Maar wel gewoon heel toegankelijk. En daarnaast bieden we natuurlijk ook gewoon de salades aan en van alles. Dus ik zal even laten zien wat we nog meer kunnen. Behalve zo'n burger. Nou ja, de horeca, dat is gewoon hard werken. Dat weet iedereen denk ik wel. We zijn uiteindelijk van een lunchroom zijn we overgestapt naar de restaurant ook. Ze hebben 3 avonden restaurant. En op een gegeven moment, ja, dat is wel leuk om te vertellen zeg maar. Want het is hard werken en je maakt heel veel dingen mee als ondernemer. Maar als er dan iemand binnenkomt uit, waar kwam die vandaan? Uit Eindhoven volgens mij. En die komt mijn zaak binnenlopen en die roept, dit is Walhalla. Ja, dan heb je zoiets van, nou dan doen we het goed. Dan zijn we goed bezig. Want die was gewoon heel blij dat hij van heel de kaart dingen kon kiezen wat hij normaal niet kon. Dus ik denk dat dat ook herkenbaar is voor heel veel mensen hier. Voor mij in ieder geval, als wij uit eten willen, dan moeten we, zijn we ook beperkt. Maar ja, we hebben wel een hele leuke plek waar we graag komen. Even kijken hoor. Ja, je hebt elke dag nieuwe mensen. Heel vaak dezelfde grapjes. Heel vaak dezelfde opmerkingen. Nou ja, en dat hoort erbij. Dus dat, ja, dat is wel leuk om te vertellen natuurlijk. Want iedereen denkt altijd van dat ze de grap maken of de opmerking maken waar je wat aan hebt. En dan is het mijn taak om daar iedere keer weer te denken van wat een goede grap. Wat een leuke opmerking. En daar probeer je dan mee om te gaan. En dat doet de een beter dan de ander uiteraard in de horeca. Dus mocht je zin hebben om horeca te gaan doen, dat is wel wat erbij komt kijken. Dus voordeel is dat ik uit het onderwijs kom en dat je dat ook elke dag bij kinderen moet zeggen als iemand weer een grapje maakt van juf, je veter is los en dat hij niet los is. Dat je, oh, wat een leuk dat idee, zeg maar. Dus dat is goed dat ik dat in het onderwijs al kende. Even kijken hoor. Wat bij ons, wat mij opvalt, zeg maar, is dat wij ook een soort bereiken voor mensen dat ze een fijne plek hebben om te gaan zitten. Dus het is niet zozeer dat je alleen maar bij ons komt vanwege het eten. Maar wat ik eigenlijk altijd wilde voordat ik überhaupt iets van veganisme wist, wilde ik gewoon een plekje waar mensen graag komen eten. En ik denk dat we daar ook wel aardig in geslaagd zijn. Dus we hebben ook niet alleen maar veganisten of alleen maar vegetariërs of alleen maar bewuste mensen. Er komen ook gewoon mensen die alleen zijn bijvoorbeeld en gewoon lekker willen eten. Die hebben we op donderdagavond, hè, Arie bijvoorbeeld, hartstikke leuk. Robus komt wel eens eten, gezellig, maar dat is wel veganist trouwens. Nou ja, het grappige is dat ook mensen die dus ook meer eten dan alleen veganistisch, die vinden het toch een fijne plek en die accepteren en respecteren heel erg waar we voor staan. Dus dat is heel fijn. Maar je krijgt ook heel veel mensen die bezorgd zijn over hun kinderen bijvoorbeeld die veganist geworden zijn. Nou, dat is best lastig. Dus die vragen krijg ik dan en dan denk ik, ja, maar qua gezondheid vind ik het ook wel eens lastig om dingen uit te leggen, want daar heb ik geen opleiding voor. Ik weet ongeveer wat goed is en lekker is. Maar dan verwijs ik mensen weer door naar een diëtist die bij ons in de buurt zit bijvoorbeeld. Die is vegan en die kan van alles vertellen. Dus dat soort ontmoetingen hebben wij ook. Even kijken hoor. We hebben in de zaak. Even kijken hoor. Oh ja, dit wou ik nog vertellen. Als mensen namelijk in de zaak komen voor het eerst. En je weet niet wat voor mensen het zijn. En het zijn dan blijken dat mensen zijn die eigenlijk alles eten. Dan ben ik ook wel benieuwd of jullie dat hebben. Dat ze meteen gaan bedenken, dat gevoel krijg ik altijd, hoe zij het doen. Dus je krijgt heel vaak zo'n opmerking van, ja, maar ik eet maar heel weinig vlees. Terwijl ik nog niks heb gezegd. Ik ga een goedemiddag en van wat wilt je eten? En dan krijg je zo'n vraag al meteen. En dan komt volgens mij ook het besef bij die mensen heel erg binnen. Zo van, ja, wat jij doet is eigenlijk wel goed, denk ik dan, hoop ik dan, dat ze dat denken. Maar ik doe het ook goed. Dus als veganist heb ik het gevoel dat je heel erg er tegenaan loopt dat je mensen aanvalt zonder dat je dat eigenlijk doelbewust doet. Zeg ik het duidelijk? Ja. Dus als je dan mensen tegenkomt die dan meteen hun eigen gedrag, hun eigen eetgedrag, zeg maar, gaan verdedigen, dan heb ik zoiets van, ja, dat hoef je helemaal niet te doen, want 3 jaar terug had ik ook zo, weet je wel, dat hoeft helemaal niet. Kijk, het is wel fijn dat ze het doen, maar
het is best wel iets typisch waar je dan mee om moet leren gaan. En ja, hoe ik ermee omga is dan iedere keer weer uitleggen van, joh, weet je, het is jouw pad en elke stap is er eentje. Dus zo ga ik ermee om. Zijn er mensen die daar iets op te vertellen hebben of zo, die ook zoiets hebben meegemaakt? Dat je denkt van, hoe reageer je? Het gevoel zijn natuurlijk van de mensen. Ja. Ja, toch wel, hè? Ja, niet ja. Dat ze jou bekritiseren, dat je helemaal die kant op bent, maar dat ze zichzelf verexcuseren, omdat ze nog wel een beetje... Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel, inderdaad. Ja. Ja, is er nog iemand die dat herkent? Of herken je het? Ja, ik ging uit met de familie en ik wilde dus niet met de avondmaaltijd mee eten. Nee. En ik wil ook liever de discussie dan niet aangaan in zo'n hele grote groep. Maar mensen die me meteen een soort van aanvallend gaan vragen van... Nou, is dat voor onzin? En draag je ook geen leren schoenen dan? En, ja. En waarom weet je dit dan niet? En hoezo dan? En, ja, een soort van wat jij zegt, dat je jezelf al moet excuseren voor je ook maar één ding gezegd hebt zelf. Nou ja, zij naar mij toe, zeg maar, meer. Dat zij meer het gevoel hebben dat ze zich naar mij moeten. Ja. En denk ik, Ja, oké. Het is jouw keus. Ja. Ik vraag een vlees eten ook niet. Vandaag je zeker ook leren schoenen. Ja. Hetzelfde verhouding. Ja, het is eigenlijk heel typisch hoe dat omdraait. Hè? Ja, als je het omdraait, is het ook gek. Ja, mooi, dankjewel. Even kijken hoor. Nou ja, wat ik me ook altijd probeer te realiseren dan, wat ik ook mee wil geven, zeg maar, is dat je ook moet realiseren als je veganist bent. En die keuze heb gemaakt, dat je omgeving daar niet altijd in meegaat. Familie en zo, dat is best een dingetje. Bij mij ook. Wij zijn de enige veganisten in onze familie. En dat komt denk ik ook vanuit een gewoontepatroon. En dat mensen altijd voor jou eten hebben gemaakt vanuit liefde. Maar wel gevuld met allemaal dierlijke ingrediënten, omdat ze er niet anders weten. Dus het is ook een stukje onwetendheid, denk ik. En dat je toch met liefde dingen gemaakt hebt voor je kind of je familie. En dat ineens soort van afgepakt wordt. Dus dat stukje schuldgevoel, denk ik dat dat daar ook een beetje vandaan komt. Maar dat is mijn gevoel altijd een beetje. Ik ben anders. En dat vinden mensen gek, denk ik dan maar. Jij niet, gelukkig. Een beetje raar. Een beetje raar. Ja, je bent wel aan me, toch? We hebben ook heel vaak dus vragen vanuit mensen in de zaak, van mensen in de zaak, zeg maar. En daar hebben wij workshops en lezingen laten ontstaan, zeg maar. Dus ik heb in de zaak ontmoet ik heel veel mensen. Die komen met vragen en dan ga je toch nadenken van ja, hoe kan je dat nou in een breder publiek leuk wegtrekken? Of hoe zeg je dat nou? Wat kan je ermee doen, zeg maar, om mensen een antwoord te geven op bepaalde vragen? En daarom geven wij dus inderdaad veel workshops en lezingen. Daar hebben we ook al aardige namen in de zaak gehad. En het grappige is dat toen wij 3,5 jaar geleden begonnen, kende ik al heel veel die mensen niet. Ook Willem niet, die heb ik nu wel. Dus leuk dat je er bent. Die heb ik een paar maanden geleden ontmoet, inderdaad. Maar bijvoorbeeld Lisette Krijscher, die kende ik eigenlijk niet. En ik wist wel dat ze iets met de Dutch Wheatburger had. Maar dan ben ik wel heel brutaal geweest om haar te benaderen van, joh, kan je niet eens bij ons komen praten? Nou, dat heeft ze gedaan. Hartstikke leuk. En dat is gewoon iemand die je veel in het nieuws ziet nu. Dus dat is wel heel grappig dat iets heel dichtbij kan komen. We hebben ook Lisa Steltenpool bij ons in de zaak gehad. Die heeft een lezing gegeven over haar boek. En we hebben Dos Winkel uiteraard van Stichting SeaFirst gehad. Ja, die is echt zo verschrikkelijk lief. Dus als je die ooit kan zien spreken, zou ik zeker gaan ook. Even kijken hoor. Nou, Lopke Vaassen, dat is dan de vegan diëtiste bij ons. Silla en Tom van de Health Hub nu, waar ze druk mee bezig zijn, misschien wel van gehoord. We hebben ook Bite Back gehad, Animal Rights, Mijn Lief. En we doen workshops. Dus ik ga even laten zien wat we dan allemaal doen. We hebben charity dinners, organiseren we dan. Dat betekent dat een deel van de opbrengst, zeg maar, dat gaat dan naar het goede doel. Dat doen we ook voor Mijn Lief. Links onderaan is DJ, die zit nu ergens anders. Daar hebben we ook veel samenwerkingen mee gehad. We komen ook regelmatig in de krant en dat is ook wel grappig, want daar doe ik helemaal niets aan. Maar het feit dat wij het enige vegan restaurantje in Dordrecht zijn, maakt blijkbaar dat je interessant genoeg bent om zo nu en dan weer dingen te vragen als krant. Dus dat is leuk, dan pikken ze dingen op die wij doen. We doen ook muziek. Dat heeft niks met veganisme te maken, behalve dat de muzikanten dan wel vegan gaan eten bij ons. Dus dat is altijd goed. Muzikanten zijn ook een behoorlijk bijzonder publiek. Even kijken hoor. Vraag die je heel vaak krijgt is van... dat heb ik eigenlijk al verteld. Sorry, ik zit gewoon een paar dingen te herhalen.
belangrijk is altijd dat je rustig probeert te blijven als mensen je aanvallen met bepaalde vragen. Heel dichtbij kan ik ook een voorbeeld geven van mijn eigen zoons. Die hoort het nu niet, dus dat is mooi. Ik heb nog tweelingzoons van 20. En één die zegt dan gewoon heel duidelijk van, mam, je hebt gelijk, maar ik ben er gewoon nog niet aan toe. Dus hij zegt van, ik ga wel mee in alles en we planten wel zaadjes. En ze komen ook regelmatig bij ons in de zaak eten. Maar geduld is een schone zaak, denk ik dan. Dus als je wil dat dat je boodschap verspreid wordt, moet je gewoon geduld hebben. Want bij de een gaat het wat sneller dan bij de ander. Ze zijn wel heel grappig ook, want ze helpen ook met quotes en dingetjes. Als ik ergens iets aan het bedenken ben. Dus op een gegeven moment hadden we een gesprek over, ja, we moeten iets doen met een avond dat mensen een beetje hun ei kwijt kunnen. Ei is natuurlijk niet vegan, dus dat is heel fout. En toen zei zijn meest van ons, die zei, nee mam, je moet zeggen je prei kwijt. Dus tegenwoordig hebben we het over dat mensen de prei kwijt kunnen op onze vegan bubbelavonden. Even kijken hoor. Nou ja, dan dit soort dingen zijn altijd leuk natuurlijk. Of leuk. Even tussendoor. Dit is onze foto van de vegan bubbelavond. Dan is eigenlijk de bedoeling dat mensen die vegan zijn of ja, vegan willen worden. Van, nou, waar loop je nou tegenaan? En dan gaan we gewoon met elkaar babbelen en kletsen. En met een hapje en een drankje. En dan gewoon gezellig. Waar loop je nou tegenaan als vegans? Wat ik nu allemaal met jullie een beetje besproken heb. Maar dan meer in een groepsgewijs en gezellig vrij. Even kijken hoor. Nou ja, we zijn natuurlijk wel na 3,5 jaar dat wij begonnen zijn. Merk ik wel dat er al veel meer... gewenning is aan de term vegan en veganisme. We denken er nu zelfs aan het woordje vegan toch maar weer op het raam te gaan zetten. Dus Mark Kulstom, dat is nu ouderwetse informatie, zeg maar. En dat er ook wat meer concurrentie ontstaat. Dus je merkt ook dat mensen dat ook wel eens lastig vinden. En denk, ja, ik ben zelf van mening dat concurrentie niet bestaat. Omdat ik denk, hoe meer vegan zaakjes, hoe beter. En ik denk dat dat alleen maar goed is, omdat iedereen anders is. Bij mij in de zaak is het altijd anders dan bij een ander. En als je meer keuze hebt, dan kan je gewoon vaker uit eten, denk ik. Dus zo moeten we gaan denken. Even kijken hoor. Nou ja, de mensen die nog langer vegan zijn dan ik, denk dat die ook niet weten het verschil van 15 jaar geleden en nu. Dus mensen die al 15 jaar geleden vegan waren en nu, dat die zoiets hebben vanuit een soort van explosie ook volgens mij aan hoe het goed ontvangen wordt nu door de wereld en hoe het aan het groeien is, hoeveel meer mensen nu veganisme hoog in het vaandel hebben staan, hoe gewoon het is geworden. Dus ik denk eigenlijk dat het het nieuwe vegetarisch zijn is. Alleen heb ik persoonlijk dus heel veel moeite met de term vegetarisch, omdat ik er ook achter ben, als vegetariërs, dat die indirect ook schuldig zijn, tussen aanhalingstekens, aan het feit dat kalfjes naar de slacht moeten. Dus ik heb een statement. En dan mogen jullie even over nadenken. Dat is deze. Eigenlijk weg met alle de term dan, hè. Niet de vegetariërs zelf, want die mogen gewoon blijven. Dat vind ik heel goed, hoor. Ik heb niks tegen vegetariërs. Ik heb er één getrouwd, dus wat dat betreft nu niet meer. Nou is die vegan, maar toen wel. Maar eigenlijk de term heb ik gewoon moeite mee gekregen, omdat indirect hebben alle vegetariërs, flexitariërs, heb je indirect toch met dierenleed te maken. En toen heeft een vriendin van mij gezegd, Kiki Bynes, misschien wel bekend, heeft ooit gezegd, eigenlijk zijn er maar twee termen. Dus pre-vegan en vegan. Maar misschien ga ik nu te ver. Maar dus de vraag is, wat vinden jullie? Wat zeg je? Wilt de vegetariër altijd wel vegan? Ja, dat is de vraag, hè? Ja, dus dan ben je eigenlijk pre-vegan, denk ik dan. Ja, ik leg hem bij jullie neer nu. Erg, hè? Sorry? Is een carnivore vegan? Ja, zou ook een mooie zijn, ja. Ja, maar ik merk ook dat de termen, dus de tariër termen, zeg maar, ook heel onduidelijk zijn soms voor mensen. Omdat ik heel vaak ook hoor van, ja, ik ben vegetarisch en soms eet ik een stukje vis. Dan denk ik, nee, maar dan ben je niet vegetarisch. En dan denk ik, dus eigenlijk zijn al die termen ook niet heel duidelijk. Zo van, ja, dan heb je de pescetariër, je hebt de vegetariër, je hebt de flexitariër. Wat heb je nog meer? Heel veel. Het is natuurlijk taalkundig al gek dat een vegetariër kaas eet. Vegetariërs zeggen plantaardig. Ja, eigenlijk wel. Ja. En er zijn ook mensen die denken dat vegetarisch hetzelfde is als veganistisch. Dat hoorden we van de week weer, ook zo bijzonder. Ja. En die dacht vegan, is vegan, wat zei die nou? Hij dacht dat vegan gewoon zonder melk en kaas was. En dat
veganistisch, eigenlijk hetzelfde als vegetarisch. En dat was in een restaurant. Ja. Waar ik wou reserveren. Ja. Oké, okay. Heb je niet gegeten? Ja, ik ben niet gereserveerd. Ja, natuurlijk. Ik ga het wel uitproberen. Ja. Ik ga van de week eten. Ja, spannend. Nou, ik denk dat het goed komt. Ik dus, denk dat er nog mensen waren die net bij mijn lezing waren. Maar ik heb het ook voor mijn uur was het wel goed. Ja. Oh, echt? We hebben raakvlakken. Ik heb net precies hetzelfde verteld. Dat dus de term vegetariër, dat wij mensen wel denken dat dat bestaat. Maar eigenlijk bestaat het niet. Nee. Omdat je kan net zo goed, voor wat ik gezegd heb, wel vlees eten, maar geen zuivel. Ja. Omdat die vlees en zuivel, het is onlosmakelijk ook met elkaar verbonden. Beide. Ben je dan een lactotariër? Je zou er een term voor kunnen bedenken, maar het is allebei instrumenteel gebruik van dieren. Dus er is, ja, dat inderdaad. Is heel zwart-wit. En ik zeg dan van veganisme, carnisme. Maar dat sluit elkaar uit. Ja, precies. Dus, ik ben met je één. Oh, leuk. Dankjewel. Dan ga ik gewoon even verder. Even kijken hoor. Nou, elke stap die je zet, zeg maar, alles is dus een stapje in de goede richting, denk ik, voor mensen. Want je kan niet van mensen verwachten dat ze overnight vegan gaan. Het is gewoon een kwestie van dat dingen in moeten zinken. En natuurlijk wil ik heel de wereld veganistisch maken en krijgen, maar dat gaat hem niet worden. En ik denk dat wij als taak hebben om zaadjes te planten. Van nou, ga het eens proberen, ga het proeven, je hoeft niks te missen, enzovoort, enzovoort. Dat doe ik in de zaak dus, door gewoon heel begripvol te zijn en om alle grapjes gewoon te lachen, want ik vind ze ook echt leuk. Alleen, soms gebeuren ze heel vaak. Te laten zien dat het ook gewoon kan. Dus dat je gewoon ook vetter kan eten. Dat je ook gezond kan eten. En dan stuur ik mensen door. En wat ik ook merk, en dat zullen meer mensen ook misschien herkennen, is dat je ook, als je meer gaat kijken, dat je ook wat activistischer wordt van in je hart, zeg maar. Dat heb ik heel sterk. Alleen in de zaak moet ik me dan echt inhouden soms. En wat ik dan wel doe, ik heb natuurlijk ook nog een persoonlijke Facebook-site. Daar deel ik dan weer wel dingen mee om mensen wakker te schudden. Dat vond ik deze wel, ja, het is niet een heel leuk plaatje, maar het is ook niet heel eng. Oké, dat is deze. Die kwam ik van de week tegen. En die vond ik zo tekenend ook voor waar ik voor sta. Van ja, kijk nou gewoon eens in die ogen. Het zijn gewoon levende wezens. En dan hoop ik altijd dat ik, al is het er maar eentje die even gaat nadenken van, oh ja, ik laat nu maar een keer die bacon achterwege, zeg maar. Dat hoop ik dan. Nou, wat ik daarnaast nog doe, en dat is dus ook eigenlijk weer een soort van nieuw, is dat ik dacht van als ik iets wil veranderen in de wereld, dan kan dat ook politiek gezien. Dus ik ben nu ook actief bij de werkgroep Partij voor Dieren Dordrecht. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Dus weer een hele andere tak van sport, zeg maar. En eigenlijk die combinatie, die is gewoon heel prettig. Niet alle veganisten stemmen op de Partij voor de Dieren overigens. Dat wil ik je gelijk even meegeven, want het is geen veganistenpartij. Maar ik voel me er wel heel erg thuis als persoon en als waar ze voor staan. Dus daar ben ik actief in, ook nog, om daar ook nog wat mee te doen, zeg maar. Nou ja, het enige wat ik dan nog wil zeggen is dat ik graag de wereld wil redden met jullie. Dat is waar ik mee bezig ben. En dat begint op jouw bord. Dus denk gewoon iedere keer, nou jij hebt de keuze, dat dier heeft niet de keuze. En ik heb nog een heel mooi gedicht van een meisje uit Amerika. Dat ik gewoon op Facebook zag ik dat gedicht voorbij komen, vond ik fantastisch. Dat heb ik in de wc opgehangen in mijn zaak. En er zijn heel veel mensen die me gefotografeerd hebben en gedeeld en ook met haar contact hebben gezocht. Als mee zit, komt ze een keer naar Nederland. Heel jong meisje. Dus ik laat even jullie dit gedicht zien en ik denk dat ik daarmee afsluit. Vragen. Oh, dat eerst doen of eerst het gedicht lezen? Ik wil eerst vragen doen, dan ga ik jullie daarna aan het lezen zitten. Zijn er mensen die iets willen weten, vragen? Of dat iets niet duidelijk was, of dat ik... Ja, wat zijn nou de meest gehoorde grappen waar jij het over hebt als ze in een vegan restaurant komen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel lastig. Ja, ik kan er geen één. Nou ja, mensen vinden zichzelf vaak heel erg grappig, zeg maar. Vooral vleeseters die mee moeten, ja. Die heb je heel vaak. Ja, die hebben altijd al zoiets van, nou, ik ga straks lekker bacon eten, want ik mis veel te veel hier, weet je. En dan denk ik, ja, haha, denk ik dan. Ja, wat zei jij? De hamvraag. De hamvraag, ja, die, dat is hem, ja. Ja, zo, en ja, ik kan zo verder niet eens, nee. Maar het is wel dat mensen een soort van standaardbeeld hebben van de veganist. Dat is denk ik gewoon ja, een heel ouderwets beeld wat mensen hebben, wat gewoon helemaal niet meer bestaat. En ik denk dat ik daar een heel duidelijk voorbeeld van, wij daar gewoon een heel duidelijk voorbeeld van zijn.
weet je, die graadmagere mensen, ja, die heb je. Maar die heb je altijd. Wat voor dieet ze ook hebben. En je kan keuze maken om het gezond te doen, minder gezond te doen, enzovoort, enzovoort. Vegan, dat doe je in principe, kan vanuit gezondheid. Maar als je een echte veganist, naar mijn idee, doet het voor drie dingen. Dus deels gezondheid en het dier en het milieu. Dat denk ik. Dus, en hoe je dat, welke gradaties, dat is afhankelijk van de persoon. Verder nog. Iemand die iets wil delen of iets wil vertellen. Zijn er nog mensen die ook iets willen gaan ondernemen? Oh ja. Niet. Zie ik er zo slecht uit. Ja. Het is echt leuk hoor. Ja. Ja. We komen graag bij je. Ja, we zijn hier. Ah, wat leuk, ja. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik jullie gewoon aan het lezen zetten. Ik hoop dat jullie het mooi gedicht vinden. Kan je het lezen zo of moet ik hem... muziekje onder of zo. Ja. Ik mis nu muziek inderdaad. Ja. Ja. Is er iemand die geen Engels, moet ik het voorlezen? Is dat misschien... Nee, hè? Nee. Okay. Bij vertaling doet het ook nog wel rijdt. Nee, vertalen doe ik niet. Dat is wel een uitdaging, inderdaad. Mooi, hè? Iedereen het een beetje gelezen? Ja? Nou ja, hangt mij in de wc als je hem nog een keer wil hebben. En je mag me ook mailen. Je mag me ook mailen, dan stuur ik hem naar je op. Want dat mocht van haar. Alleen wil ze wel heel graag dat er een naam onder staat. Dat is natuurlijk haar gedicht. Ik wil nog een paar dingetjes. Wat zei je? Hoe oud was zij? Zij is volgens mij 21 of zo. Ja. Jonge meisje, vind ik wel heel knap voor. Ja, nee. Nee, zo ja. Ja, maar goed. Ik heb ook het gevoel dat ik ben zelf ook al 46. Dus dan is het al snel iemand heel jong. Ja. En ik heb ook allemaal jonge meiden in de zaak. Zitten er drie achter daar. Echt heerlijke jonge meiden. Dat is echt heel fijn. Even nog een paar dingetjes van huishoudelijke aard. Natuurlijk een heel klein beetje reclame. Ik zou het heel leuk vinden als jullie in de buurt van Dordrecht zijn. Natuurlijk dat je langskomt uiteraard. En wij doen al die workshops en al die dingen. Die heb ik ook netjes in een nieuwsbrief staan elke maand. Dus als je het leuk vindt. Zou ik het heel leuk vinden als ik je e-mail mag noteren voor de nieuwsbrief. Die doe ik maar één keer in de maand. Ik ben geen stalker. Ik doe echt maar één keer in de maand. Gewoon de maand evenementjes, zeg maar. Dus graag. En nog iets wat heel leuk is. Hierop aansluitend is in zaal 115, denk ik, Robis. 114. Gaat de Robis, dat is ook een Dordtenaar. Die gaat daar praten over... zeg maar even, hoe heet het precies? Wat is je titel ook alweer? Over het genieten redden. Ja. En dat doet hij al heel erg lang. En ook nog vegan. Dus ik ben heel erg blij met Robis. We kennen elkaar al wat langer. Dus ik zou wel, als je nog een andere lezing wil kijken, is Robis denk ik wel een hele leuke aanrader. Dus daar zit hij. Kan je me achtervolgen zometeen. Dos? Dos. Oh, Dos komt 11 november bij ons. Maar dat zei dat ook in de nieuwsbrief. Dus dat is ook Dos Winkel van Seafirst. Heel veel reclame nu ineens. Oké. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dat ik een klein zaadje heb geplant bij sommigen. En sommigen gewoon denken van, we gaan ervoor. We gaan de wereld verbeteren met elkaar. Dank jullie wel. APPLAUS